want we hebben het over 5 of 10 jaar verder. Dat is gewoon, hè, dan spreken we over een verdubbeling van de levenscyclus. En je noemde het inderdaad al, DeFi, maar ook 2 halvings al verder. Er komt zoveel in de aankomende 10 jaar. Hey, welkom bij Cash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we met jullie kijken naar waar de Bitcoin staat over 5 tot 10 jaar. Ja, dat is een veelgestelde vraag. En ik denk dat je dat op een simpele manier kan beantwoorden. Maar ik denk dat we gewoon echt een keer out of the box moeten gaan denken. Een beetje kijken, oké, wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd? Maar, In 10 jaar... Niet zozeer om te kijken, biedt dat dan ook garanties voor de toekomst? Of wat we al in het verleden gedaan hebben. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we verwachten? Ja. Wat staat er op het programma? Het hoeft ook in dit filmpje... Het hoeft niet altijd over de prijs te gaan. Het gaat niet direct... Maar ook de groei. Het hoeft niet zozeer op dezelfde manier te gaan. Maar we kijken gewoon heel realistisch... Wat staat er op het programma de aankomende 5 tot 10 jaar? Want er zijn bepaalde dingen die we al weten... Die gaan gebeuren gewoon. En wat heeft dat eventueel voor impact op de prijs, op de koers, op Bitcoin zelf, op de adoptie, alles bij elkaar genomen? Gewoon. Ja, meestal het eerste waarmee ik begin is gewoon terugkijken. In plaats van vooruitkijken ga ik terugkijken. We hebben nu net een cyclus van 10 jaar achter de rug, want eigenlijk bestaat Bitcoin pas net 10 jaar. Ja, wat er in de eerste 10 jaar al gebeurd is, is al niet voor te stellen. Het gaat niet alleen om de gains. Helemaal mee eens. Maar dan denk ik ook gelijk als ik dit zie, oké, tuurlijk, de afgelopen 10 jaar... is het al een huge dingetje geworden. Ja. Maar wat voor echte stappen in de grote wereld heeft Bitcoin nou gezet? Nee, niet, bijna niet eigenlijk. Ik denk dat die stappen de aankomende 5 tot 10 jaar pas gaan komen. Als we kijken naar adoptie, als we kijken naar regulatie. Ik denk dat dat in deze hele cyclus nog niet is gebeurd. Ik denk dat er wel aan zit te komen. Nee, dat is ook nog niet echt gebeurd. En dat is inderdaad ook waar. Als je gewoon eerlijk naar die eerste 10 jaar gaat kijken, de eerste 10 jaar van Bitcoin. Bitcoin is gewoon aan het opgroeien. Bitcoin is nog piepklein. Het wilde beste. Als jij op straat aan mensen vraagt... kunt u mij iets vertellen over Bitcoin? Dan weten ze misschien... Bitcoin heb ik wel ooit een keer iets opnieuw. Maar mensen weten niet wat Bitcoin is. Nee. De levenscyclus van Bitcoin... wat we tot nu toe hebben gezien. Ik denk dat we een paar hartslagen hebben gezien... en dat vertalen we dan naar koers... Ja. Ik denk dat het aantal users redelijk is toegenomen. Je hebt al heel veel ontwikkelingen gezien in die super jonge markten. Dat moet je niet vergeten. Die markt is pas 10 jaar oud. Je hebt al heel veel verschillen gezien in de mining bijvoorbeeld. Eerst waren het mensen met een desktop. Toen werden het al speciale units of die graphic card unit. Tegenwoordig staan er hele fabriekshallen vol. Die hele cyclus, die hele markt ontwikkelt zichzelf. En ik denk, waar staan we over 5 of 10 jaar? Ja, zie Bitcoin als een persoon. Hier was Bitcoin een baby. Ja. Hier was Bitcoin een kind. Dit waren zijn tienerjaren. En nu heeft hij zijn opleiding, zijn school afgerond. En gaat er een serieus leven beginnen. Kan het echte werk beginnen. Ja, hier was het nog een rebelse tiener. Ja. En dacht iedereen van, dat Bitcoin, hè, we gaan het wel zien allemaal. En nu moet het iets serieus gaan worden. Decentralized finance. Daar zitten heel veel dingen aan te komen op het gebied van investeren met cryptocurrency. Ja. Maar het gaat in de basis om de manier van investeren. Die bestaat al jaren. Ja, wordt ook toegepast op het gebied van crypto. Het is een afzetting tegen het huidige bancaire systeem. Ja. DeFi staat gewoon letterlijk voor decentraal financieren, financiële instrumenten gebruiken. Dus jij hoeft niet meer... ik heb een lening nodig. Ik hoeven niet meer per se naar de bank bedelen om geld, weet je? Ik zie daar echt een serieus, hele grote toekomst in. Die platforms zie je ook steeds meer komen. Dat heeft niet direct met Bitcoin te maken, maar Bitcoin is wel de moedercoin. En ik denk dat het hele crypto verder helpt. Op al die platformen wordt misschien links en rechts een altcointje ook gebruikt. Maar op al die platformen is sowieso Bitcoin aanwezig. Absoluut. En ik denk dat ook... Bitcoin over 5 of 10 jaar, en dat is de meest gemaakte opmerking. Ja, maar Bitcoin is niet snel en het is duur. Ik zeg ook, Bitcoin over 5 of 10 jaar wordt niet gebruikt als currency. Nee. Ik ben daar echt niet van overtuigd. Ik denk dat het wordt gebruikt als transactiemiddel voor grote transacties.
Absoluut. Of als waardeopslag. Absoluut, als grote transacties. Dat kan inderdaad ook. Hebben we het in de koersupdate nog over gehad laatst. 45 miljoen of zo was daar getransferd. Mm. En dat kostte 60 cent. En daarvoor is het geschikt. Daarvoor is het heel nice. Maar ik hoor jou zeggen, 5 tot 10 jaar. Ik heb dat zelf net ook al gezegd. Maar ik hoor het jou zeggen en ik denk gelijk bij mezelf, 5 tot 10 jaar. Dan hebben we ook alweer 2 halvings achter de rug. Ja, dan zijn we gewoon 2 halvings verder. Ja. En we zitten nu op 12,5. Ja. We gaan met de aankomende halving gaan we naar 6,25. In 2024 gaan we dan naar 3,12. Ja. Ja. En in 2028 gaan we zelfs naar 1,5. Dan gaat het gewoon nog een keer door. Dan krijg je per gemijnd blok nog maar 1,5 bitcoin. Waar dat er nu, in de tijd waar we nu in zitten, zijn dat er 12,5. Dat zijn bijna 10 keer zoveel. Het scheelt hoor. Dat scheelt veel hoor. Dat is een reductie van 90% bijna. Even serieus. Ja. Dat is toch ook het soort van model wat ingebakken is in Bitcoin. Ik vind dat wel een heel erg mooi model. En daar is echt wel goed over nagedacht. We bestaan pas 10 jaar. En als je ziet gewoon hoe het werkt gewoon en het is grenzeloos. Je kan Bitcoin vandaag de dag al gebruiken. Ja. Je kan het op talloze manieren al gebruiken. Je kan het zelfs in winkels ermee betalen. Je kan transacties. Dat wordt niet het hoofddoel, maar wat je zegt, er is wel genoeg wat je kan doen met Bitcoin. Het heeft een hele ontwikkeling al doorgemaakt. En daarom, als het nou niks had geweest en als het nou niet van de grond had gekomen, ja, dan snap ik dat mensen zeggen, ja, dat Bitcoin, daar doe je toch niks mee. Maar als mensen die niks van Bitcoin weten, zich nou eens een keer gaan verdiepen in wat je er allemaal al mee kan. Ja. Ik denk dat ze verbaasd zijn wat er allemaal mee te doen is al. Maar daarom is het, want we hebben het over 5 of 10 jaar verder. Dat is gewoon, dan spreken we over een verdubbeling van de levenscyclus. En je noemde het inderdaad al, DeFi, maar ook 2 halvings al verder. Er komt zoveel in de aankomende 10 jaar. Hier was het, een rebelse tiener. Een losgeslagen iets. Niemand wist nou echt wat ze daarvan moesten denken. Er moeten regels gaan komen. En ook dat gaat in die 5 tot 10 jaar gebeuren. De overheden gaan bepaalde manieren vinden om het te reguleren en enigszins in de gaten te gaan houden. Dat soort dingen, daar kan je niet omheen. Als ik daar eerlijk over ben, over 5 of 10 jaar, dan zijn die regels er. Ja. Dan is het gereguleerd. In het begin zal het... Wij zitten nu in die transitieperiode. In het begin zal het wennen zijn voor sommige mensen. Je moet wat extra KYC doen. Vooral bij het uitcashen. Vooral bij het eruit halen uit de chain. Zullen de regels worden aangescherpt. Omdat ze toch wel een vinger op de pols willen houden. In het begin gaat dat misschien een hassle worden. Dus een beetje omslachtig. Ik denk juist ook over 5 of 10 jaar. Als die regels eenmaal duidelijk zijn. Dat het juist voor de mensen meer gebruiksgemak oplevert. En vertrouwd voelt. Omdat dat is bij heel veel mensen ook. Hè. Ze vertrouwen het nog steeds niet. Ja, dat Bitcoin is helemaal niet veilig. Dan denk ik, ja, maar dan zeg ik, waarom is het niet veilig? Ja, het wordt elke keer gehackt. En dan denk ik, ja, dan weet je al gelijk op wat voor niveau je aan het praten bent. Want het is niet Bitcoin natuurlijk die gehackt wordt. Het zijn de exchanges die gehackt worden. En ook voor de exchanges komen er steeds meer regels. Er komen er steeds meer dingen. Ja, je kan het als negatief beschouwen. Maar het zorgt er ook wel voor dat het juist weer iets veiliger is, sommige van die regels. Kijk, je kan meestal, vaak is het meestal beter om gehackt te worden en dat je daarna het lek dicht, dan dat je niks eraan doet. Ja. Dus het lijkt me daarvan dat je daarvan profiteert. Een ander ding waar je al bijna tegenaan schurkte, is eigenlijk de adoptie al. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk, kijk, al die andere dingen, regulatie, die halvings en DeFi is nice. Als er geen adoptie is. Ja, maar ik denk dat al die dingen die wij opnoemen, inderdaad, DeFi, adoptie, overheden die komen met regulering, dat het allemaal puzzelstukjes zijn die uiteindelijk de puzzel adoptie neerleggen. Moeten zorgen voor adoptie. Ik denk ook dat dat echt key is. Als er geen adoptie is, het kan nog zo nice zijn, als er geen adoptie is, dan werkt het niet. Nee. Uiteindelijk worden steeds meer mensen bewust van Bitcoin en hoe je het went of keert, dagelijks, iedere dag, dag in, dag uit, komen er meer wallets bij. Die funds, vroeger waren ook heel veel grote wallets, die funds die verspreiden zich, zoals het hoort, over steeds meer kleinere wallets. Vooral in opkomende landen, hele continenten, Afrika, Zuid-Amerika, China, Azië. Bitcoin wordt nu heel vaak al gebruikt ter vervanging van. Ik zeg nogmaals dat het niet echt een currency gaat worden. Maar mensen zien oplossing. Gebeurt er iets in de wereld? Een oorlog? Een coronavirus? Oh ja, nou, dat zou... Ja, je merkt heel erg dat mensen toch gaan in angst gaan zoeken naar andere
hedges om hun geld veilig te stellen of iets dergelijks. En dat doen ze vaak de afgelopen tientallen, honderden jaren, doen ze dat in goud. En je ziet nu vaak dat mensen toch ook een route gaan vinden naar Bitcoin. Er is een andere optie. Er is een andere optie. En ik denk ook dat, wel, dat in de komende jaren eigenlijk alleen maar meer gaat worden. En dat is juist dankzij die adoptie. Als het eenmaal groter wordt, dan merk je ook gewoon, dan wordt het overgenomen in het nieuws. Dan wordt er meer over gesproken. Op een gegeven moment wordt het ook normaal. En die fase hebben we absoluut nog niet bereikt. Nee, je merkt wel dat de afgelopen jaren, en dat is heel wisselend. De ene keer is het heel positief, de andere keer negatief. Dat de massa media, de grote media in Nederland, daar wel steeds iets meer over gaat praten. Want ik zeg, de ene keer is het positief, maar ja, dat ligt dan aan de prijs. En de andere keer is het weer negatief, omdat er iets gebeurd is. Maar ik bedoel, de huidige media in Nederland gaat daar wel steeds iets meer over praten. En het wordt wel steeds meer. Je merkt wel dat het gewoon nog steeds groeiende is allemaal. En de aankomende 5 tot 10 jaar, losgelaten van prijsjes. Hè, dit heeft niks te maken in principe met de prijs van Bitcoin. Want het gaat niet van, oh, over 10 jaar staan we op 1 miljoen of zo. Ja. Daar is deze video niet voor bedoeld. 5 tot 10 jaar, ik denk dat het positief gaat worden voor Bitcoin in het algemeen. Ik denk ook dat het positief gaat worden. Ik denk dat Bitcoin meer kans heeft om positief te ontwikkelen dan negatief. Kijk, er zijn ook nog andere dingen die misschien een rol kunnen gaan spelen. 10 jaar is best lang, hè. Ja. Er kan in die 10 jaar heel veel gebeuren. Er kan een financiële crisis uitbreken. Er kan een energiecrisis komen. Er kan misschien een hele grote natuurramp komen. Weet ik het allemaal. En die hebben allemaal impact op economie. En het huidige systeem, wat je al zei, Bitcoin biedt daar ook misschien een optie in. Ja. Dus je moet al die kansen niet uitsluiten. Ik denk uiteindelijk, vooral mensen met heel veel centjes, die zien dit al als extra. Ja, en dat zijn meestal toch de voorlopers. Die zitten aan het begin van de adoptiecurve, zitten ze erin. Krijgen we dadelijk eenzelfde scenario dat jij op deze dag misschien met Bitcoin nu een pizza koopt en dat je er over 10 jaar spijt van krijgt? Ik denk dat die kans, dat hij er nog steeds in zit, dat hij vrij groot is. Dat hij vrij groot is. En je hebt nooit kansen, je hebt nooit garantie. Dat is ook bijvoorbeeld waarom wij veelvuldig traden en niet puur alleen investeerders zijn. Maar ik denk, als je naar de aankomende 5 of 10 jaar kijkt, dat dit echt de grote main events zijn die er te wachten staan. En dat er in die 5 of 10 jaar ook heel veel gaat gebeuren nog. Ja, dat denk ik ook. We hebben eigenlijk alles bekeken. Wil je er toch nog een prijsje aan hangen? Toch nog doen? Nou, de video gaat niet om wat de prijs de aankomende 5 tot 10 jaar gaat worden. Maar ik voel aan jou dat je denkt, ja, mensen willen toch een voorspellingje horen op een of andere manier. Ik denk echt, als je naar deze cyclus kijkt. En hij staat op logarithmic, omdat ik het normaal anders niet meer normaal in beeld zou krijgen. Omdat die curve dan heel vreemd eruit ziet. Als je zo uitzoomt, when in doubt, zoom out, dan besef je je hoe die markt zich kan ontwikkelen. En op deze chart hoef je steeds minder snel te stijgen, omdat die logarithmic staat. 2030 zou het dan zijn, 10 jaar. Dan zou die al redelijk afvlakken, volgens mij. Ja, ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk ergens een prijs van over de ton is niet recht. Ik denk tussen de ton en tussen een miljoen. Ja, dat is lekker makkelijk. Nee, is het makkelijk, maar de toekomst in die 10 jaar, dat is het probleem. Er kan zoveel gebeuren. Gebeurt er iets raars, dan gaat het zo. Maar ik denk die richting op. Maakt het nu uit wat het uiteindelijk wordt? Tuurlijk, je vindt het nice als het veel is, maar uiteindelijk ga je die richting op. Als je deze globale beweging zou aanhouden en hij vlakt inderdaad af en je kijkt naar een jaar of 30, denk ik dat als deze beweging in stand blijft, dat over een ton, dat het niet gek is. Nee, op mijn gemak. We gaan het zien. De aankomende 5 tot 10 jaar voor de Bitcoin. Vond je het weer een leuke video? Druk sowieso even op het duimpje. Abonneer op dit kanaal. En druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we weer een nieuw filmpje posten. Onderaan deze video komen alle linkjes uiteindelijk staan naar ons Discord kanaal. Naar dopiecash.nl voor het leerprogramma. Dopie.nl voor merchandise. En alle supportlinks staan uiteindelijk allemaal onderaan de video. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie graag de volgende keer. Later. Tot ziens.